Goedenavond, welkom bij het journaal van donderdag 26 maart 2020. Op maandag 23 maart heeft de Centrale Bank van Suriname een brief geschreven aan de president van de Republiek Suriname, de heer Desi Bouterse. In de brief vroeg de Centrale Bank van Suriname aan de president om de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren vanwege de ingrijpende sociaal-economische en maatschappelijke gevolgen van deze wet voor de Centrale Bank van Suriname, de samenleving en de financiële sector niet te bekrachtigen. Zoals bekend heeft de Nationale Assemblée op zaterdag 21 maart 2020 om 5 uur in de ochtend de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren aangenomen, terwijl zij op de agenda had het initiatief wetsvoorstelwijziging Wet Toezicht Geld Transactiekantoren 2012. De bank heeft evenals de particuliere banken een bijdrage geleverd aan het wijzigen van de Wet Toezicht Geld Transactiekantoren 2012 en werd ook als de particuliere banken geconfronteerd met een andere wet, namelijk Controle Valutaverkeer en transactiekantoren als eindresultaat. In de brief van de Centrale Bank staat dat de inhoud van de wet controle valuta en transactiekantoren niet de inhoud heeft van de wet waaraan de Centrale Bank een bijdrage heeft geleverd. Dat de nieuwe wet contra de bankwet en andere wettelijke regeling werkt. Dat de wet geen enkele regeling heeft dat het binnenhalen van de exportdollars zou bevorderen. Dat de Centrale Bank niet langer de monetaire autoriteit is, maar het toezichtorgaan. Het toezichtorgaan politiek wordt ingevuld. Dat Suriname een tekort aan valuta heeft. Dat de Centrale Bank niet ervan overtuigd is dat de particuliere banken in staat zullen zijn om te kunnen voldoen bij verhoogd valutaopname door de rekeninghouders. De Centrale Bank bevestigt het gevaar van willekeurig binnenstappen van uw huis en of bedrijf door het toezichtorgaan bij het vermoeden van valutabezit. De inhoud van de brief verschilt niet met de beweringen in de media dat met de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren de koers niet omlaag gebracht of stabiel gemaakt kan worden en dat de regering een ander doel voor ogen heeft. Wij voeren u terug naar het gesprek met Angeli Del Castillo, voorzitter van DIA 91, die wij op 24 maart hebben gehad. Mevrouw Del Castillo, de banken hadden de president gevraagd om de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren niet te publiceren, althans niet rechtskrachtig te maken. En terwijl de president met de bankiers sprak, was het al van kracht. Waarom doet de president dat? Ja, het is een vraag die veel mensen zal bezighouden, maar die eigenlijk aangeeft dat de president lang van tevoren dit al had uitgedacht en zich door niemand van zijn stuk zou laten brengen. Toch? Dus ongeacht wat mensen er tegenin brengen, feiten of geen feiten, het interesseert hem niet. Dit was zijn plan. En eigenlijk, weet je, en het geeft aan dat het past in iets groters. Mm-hmm. Weet je, het staat niet op zich. Het is niet dat hij plotseling nu op het idee gekomen is. Toch? Het is een vast onderdeel van het is voor hem zeer belangrijk dat het nu gebeurt. Weet je, en ongeacht wat als het nou goed is op de lange termijn. Maar voor hem op de korte termijn moet het goed zijn, weet je. Want in feite waar het om gaat is een verkiezing die gewonnen moet worden op een of andere manier. En zoals de gang van zaken nu is, gaat hij dat niet winnen. Dus er moet een idee gewekt worden dat hij werkelijk, het beter maakt voor de spullen goedkoper maakt, de koers omlaag brengt, al zijn de omstandigheden in contrast daarmee, weet je. Mm-hmm. Dat is het. Je moet je afvragen, nu plotseling vindt hij dat het moet gebeuren. Kijk, waarom heeft hij 10 jaar terug dan niet ook zo doorgedrukt? 10 jaar terug hebben ze in tegendeel die koers verhoogd. Dus na het aantreden van Bouterse, een van de eerste dingen die ze hebben gedaan, is die koers bijstellen. Mm-hmm. Dan naar boven.
En nu plotseling zegt hij dat hij met de... En toen werd ons uitgelegd dat het allemaal afhankelijk is van onze verdiencapaciteit, et cetera. Maar plotseling is dat niet meer van belang. Plotseling kan het met een wet. En al is het nog zo, al zijn de gevolgen voor de economie slecht, ook op lange termijn, wordt het doorgedrukt. En dat is gewoon, het is een voor de gekke hoorij voor de mensen eigenlijk. Even het idee wekken bij mensen dat dingen goedkoper gaan zijn over de helft van de prijs. Want dingen waren op 1 op 15, nu gaat het naar 1 op 8,50. Dus je moet nagaan, dan rekenen de mensen dat ze 50% minder gaan betalen. Maar het is slechts van korte duur, toch? Na die verkiezing, dan gaat die harde slag komen. We kunnen ons nog herinneren, het verhaal van meneer Amsaat Abdul, toch ook in 2015. Er komt geen devaluatie. En na de verkiezing was daar die harde slag. Dus dit is gewoon een voor de gek hoorij om de mensen... Vooral de mensen die het moeilijk hebben, de mensen die geen valutarekeningen hebben, om die het idee te geven dat de president voor hun werkt. Maar dat is het niet. Hij werkt voor zichzelf. En hij vernietigt daarbij hun toekomst. Want na die verkiezing, tot aan die verkiezing, als met de daling van, zou je een idee kunnen hebben dat je goedkoper dingen zou kunnen gaan kopen. Als die dingen er zijn, want dat is vraag 2. Maar na die verkiezing is het afgelopen. En je moet je afvragen. Waarom heeft hij, als hij het naar 8,50 kan brengen met een wet, toch? Waarom brengt hij met diezelfde wet niet naar 1 op 1? Dan zijn we er toch beter vanaf. Dan breng je hem direct naar 1 op 1. Als een wet bepaalt hoe de koers in elkaar zit, dan waarom zetten we het op 8,50? Toch? Want het punt is, er is nu bijna, er is geen valuta eigenlijk meer. Het enige wat er nog is, na de roof van de centrale bank, is die 285 miljoen... die op die rekeningen van burgers is. En dat is wat men zich nu wil toe-eigenen. Dus in feite, wat we nu hebben, wanneer men praat over valuta, is eigenlijk, het is niet grijpbaar, toch? Het is theoretisch. Want daarom, in die wet mag je giraal bezig zijn. Je mag niet in cash bezig zijn. Mm-hmm. Giraal betekent, het is in theorie, toch? Je kan het niet pakken. Het gaat van bank naar bank. Maar die 285 miljoen, die willen ze dan nog zich eigen maken om te gebruiken, toch? Die dollars die gaan naar de centrale bank van en de centrale bank die geeft ze aan meneer Chotelal. Hoe komt de centrale bank weer aan dollars? Die komen via de cambio's, die mogen alleen kopen, toch? Die gaan het waarschijnlijk bij jou kopen voor 7,50, want als je het wil kopen is het 8,50. Dan gaan ze het aan de centrale bank verkopen, die geeft het aan meneer Chotelal. En meneer Chotelal die verkoopt het voor 8,50 voor de importeurs, dus hij verdient erop. En die importeurs die gaan weer aardappelen, jij koopt diezelfde dingen weer terug. Dus dat is dat systeem dat ze gaan opzetten. Onze banken zitten nu in problemen omdat de buitenlandse banken weigeren zaken te doen met onze banken vanwege het gevaar van witwassen en dat soort toestanden. De Bank of Canada heeft zijn filiaal hier met 10 miljoen verlies verkocht om te maken dat ze van hier wegkwamen. Dus dit is... Wanneer we dat weten toch, en we willen het probleem oplossen, hoe kan meneer Chotelal passen in het systeem? Want normaal zou in elk fatsoenlijk land een belastingrecherche of in Nederland fiat direct daar instappen en kijken hoe de man aan zijn dollars komt. Toch? Die man is geen exporteur van goud, van rijst, van vis of wat. Hoe komt de man aan dollars? Precies, en dus in feite met deze wet zelf die is aangenomen, is meneer Chotelal heel erg strafbaar. Want hij zou moeten verklaren hoe hij alleen mensen die dollars verdienen, mogen dollars hebben. Ja. En meneer Chotelal, net wat u zegt, is geen exporteur. Mm-hmm. En in Suriname mag je niets in dollars prijzen, dus met zijn vestigingen hier kan hij geen dollars verdienen. Dus het punt is... hij mag alleen aan de centrale bank verkopen. Als zou hij een cambio zijn die ons opkoopt, mag hij het alleen rechtstreeks aan de centrale bank verkopen. Maar nu gaat hij het verkopen aan exporteurs. Strijdt met diezelfde wet. En dat geeft al aan dat er daar een belang is, een ongezond belang is. Toch, meneer Chotelal is al lange tijd in strijd met de wet bezig. Uh-huh. Maar nog de president, nog de belastingdienst, nog de recherchediensten, de justitiële autoriteiten, ondernemen stappen om aan het licht te brengen wat de rol is en hoe hij aan het geld komt. Maar we moeten niet vergeten dat de voorzitter van de NDP, de heer Boutersen, op een bijeenkomst ergens in Paramaribo Noord, de mensen erop had gewezen dat dit zijn plan is.
dat dit zijn doing is daar bij Jotilal. Dus het is zijn business. Toch? Dus de prijs geeft vorm aan een schaduweconomie in strijd met alle wetten die gelden. Hebben we dan nog een centrale bank nodig? Dus dat is de vraag. Toch? Je vraagt je af, kijk, ook als je naar die wet kijkt, de centrale bank moet in overleg met een toezichtscommissie of weet ik veel, in overleg met hun moet de centrale bank besluiten nemen over het al dan niet beschikbaar stellen van dollars. Mm-hmm. Ik bedoel, dat we zeggen de centrale bank begint ondergeschikt gemaakt te worden. Het onafhankelijk karakter is compleet verdwenen. En de rol, zoals u zegt, die wordt ook nou ondermijnd doordat er een tussenschakel gezet wordt. En waarom wordt die tussenschakel gezet? Om geld te verdienen, want net wat ik u zei. De centrale bank gaat die dollars voor 7,50 aan meneer Jotilal geven. Mm-hmm. En hij gaat ze verkopen voor 8,50 voor die exporteurs. Dan maakt hij op elke dollar een gulden. Gaat u maar na. Als we 100 miljoen per maand importeren, ja, heeft hij 100 miljoen gulden verdiend. Toch? Als ik de ware tijd pak van vandaag, zie ik dat sommige organisaties wel dik tevreden zijn met deze wet. Ja, zoals wat. Dus het zijn over het algemeen organisaties, als ik het zo lees, die in de pas lopen met deze regering. Mm-hmm. En die dus niet het belang op lange termijn van deze samenleving voor ogen hebben. Maar slechts een kort termijn stroop om de mond smeren van de huidige machthebber. En op die manier voor zichzelf een extra centje verdienen. Mm-hmm. Want de meesten hebben er een eigen belang bij. Zitten in allerlei commissies en instanties en instellingen die door deze president gevoed worden. Toch? Dus ja, ik maak me dat, die zal er altijd een paar van hebben. Maar belangrijk is dat de bevolking en ook die potimang ziet en die moesje, dat anno die ding asanet. Maar leg dat even uit. Niet voor hun. Die potimang en moesje. Die potimang en moesje, hoe gaan ze beter worden van deze nieuwe situatie, van deze nieuwe wet? Ze gaan er niet beter van worden. Toch? Dus maar tegen dat ze dingen goedkoop in de winkel kan gaan vinden. Wel, laat maar je zeggen. No, dit de winkel is tapoe. Mm-hmm. Want die mensen hebben die dingen veel duurder gekocht. Dus dan kan ze een moerenboen kopen. Moest je begrijpen het ook. In Bayern daar 15 gulden. Dan was maar kunt tegen met die 57 dat je met Anoji. Mm-hmm. Nou, zo is een toch? Dus dit is maar nog maar zeer dan zijn. Omdat dit is maar een lees verlies. Heeft deze serie. En if want to zijn er doorkomt, dus je zou doorkomt, of je zou doorkomt, begin mei dan zou doorkomt, want no, dit ook besteld, toch? Jotilal gaat die dollars geven, dan gaan ze nu bestellen, dan moet die boot varen, alles, dan komt het tegen, begin mei komt het hier aan, net voor de verkiezingen, dan gaat het lijken alsof alles goedkoop is, want met die 285 miljoen, die gaan ze het nemen, want wij importeren rond de 100 miljoen zo, dus ze gaan die 250 miljoen nemen, dan gaan ze importeren. Dan komen die goederen, dan lijkt het, dat feesten of vieren, dat de tijger is, maar loeko, boemkop zijn door, toch? Ten eerste ga je goed lange rijen staan, want het gaat maar bij enkele winkels zijn. Dan ga je het kopen. Dan het moment dat die verkiezingshamer gevallen is, al wint NDP, komt tijger, dat la no de moro, toch? Dat zijn ik ba. Tegen die tijd, dan ga je plotseling horen dat schaarste de. En dat if de saam komt, de saam dieri toemsi. Dus moesje gaat er niets van hebben. Maar zo hoort de aspotu, of gebruik je het voor kies de stem.